Net als de verkeerspolitie Almere verlaat om de oprit van de A27 richting Huizen te pakken, worden ze ingehaald door iets wits. Wat is het? Het lijkt een Formule 1 auto. Maar die mag niet op de openbare weg. Uit de kentekencheck blijkt het te gaan om een BAC Mono, een van de F1 afgeleide sportwagen. Met zijn 600 kilo en 300 pk gaat hij in 2,8 seconden naar de 100 met een topsnelheid van 270. De bestuurder is een beetje ongeduldig en hij pakt de doorgetrokken streep om in te voegen. En dat mag niet. De snelheidsmeting loopt. Je mag hier nu 100. De meting komt uit op 130. Het is een bijzonder gezicht, zo'n Formule 1-achtige auto op de openbare weg. Heb je wel eens een Formule 1-auto op de snelweg gezien? Nee, nog nooit. Ik mag aannemen of dat weet je nog niet. Tijd om de bestuurder aan de kant te zetten. Hij krijgt een bekeuring voor het overschrijden van de doorgetrokken streep. De bestuurder verklaart dat hij dat niet had moeten doen. De bijzondere auto zelf voldoet aan alle eisen en mag gewoon op de openbare weg. Alles behalve een gevalletje eenheidsworst.